Hallo iedereen, mijn naam is Kabinka Vens en dit is 48 Minutes, een podcast met inspirerende leiders. In deze aflevering spreek ik met Jeroen Wils, criminoloog, journalist en ondernemer. Jeroen was een van de sleutelfiguren in de verslaggeving rond de Dutroux-affaire in de jaren 90 en was nadien onder andere chef nieuws bij VTM. Hij had ook zijn eigen misdaaddocumentaire programma's. Nadien ontwaakte de ondernemer in hem en richtte hij verschillende PR- en communicatiebedrijven op die hij nadien doorverkocht aan Mediafin. Heel recent nam Jeroen de beslissing om een professionele break te nemen, iets wat mij uiteraard getriggerd heeft en waar ik meer over wilde weten. Jeroen, welkom in 48 Minutes. Dank u, dank voor de uitnodiging. Het was voor mij echt een uitdaging om u kort een samenvatting van uw activiteiten te geven, want je hebt super veel verschillen. Allee, er zit een lijn in. Dat is gewoon het gevolg van ouder worden, hoor. Oké. Dat belooft voor mezelf. Ja. Ik vroeg me af, voelt jij je meer journalist, ondernemer, communicatie-expert? Ja, als ik zo mijn eigen loopbaan overloop, dan is er toch één rode draad, denk ik, in mijn loopbaan. Dat is dat ik hou van verhalen vertellen. En ik denk dat dat eigenlijk geen iets wat mij altijd heeft gedreven. Dat is voor een publiek verhalen vertellen die impact hebben. Die ergens iets in beweging brengen of die iets aankaarten, aanklagen. Die ergens iets doen bij mensen. Die engagen eigenlijk. Okay. Dat heb ik gedaan als journalist, maar ook als communicatie-expert vertellen wij ook verhalen voor andere bedrijven. Okay. Dus eigenlijk verhalen vertellen die impact hebben, dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Maar ik voel mij in hart en nieren nog altijd journalist. Want dat blijft mijn eerste liefde. Dat is ook het schoonste beroep ter wereld. En diep in mijn hart zal ik heel mijn leven naar een journalist blijven. En de nieuwsgierigheid van een journalist zal ik blijven hebben. De drang om vragen te stellen aan mensen. Om te weten te komen wie is de persoon achter het gezicht. Dat zijn dingen die mij altijd zullen blijven triggeren en interesseren. Dus eigenlijk ben ik wel journalist in hart en nieren. Ja, ik wou vragen, wat is een goede kwaliteit van een journalist? Maar je hebt eigenlijk al geantwoord. Nieuwsgierigheid? Ja, oprechte nieuwsgierigheid en oprechte zin om te connecteren. Ja. Het is meer dan puur vragen stellen en een antwoord krijgen, maar eigenlijk proberen te connecteren met uw subject, uw onderwerp of uw tegenspeler. En daar te proberen te weten te komen wat drijft iemand, wat is het verhaal achter iemand of achter iets. Maar die connectie vind ik heel belangrijk. Proberen toch te voelen wat leeft daar bij de ander. En dat proberen te verwoorden en over te brengen aan het publiek. Ja. Maar ook belangrijk om met uw verhaal ook impact te creëren. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Toen ik begon als journalist, 30 jaar geleden, toen had ik zo de idealistische droom om toch ergens de wereld te verbeteren en ergens een steen te verleggen in de rivier. Met de verhalen die ik maakte. En eigenlijk zou dat de drijfveer moeten blijven zijn van elke journalist, ook vandaag nog. Ja. Omdat je toch een hele grote verantwoordelijkheid hebt om met je verhaal en met je kanaal dat je ter beschikking hebt. Je hebt een machtig kanaal dat je kunt gebruiken om daarmee eigenlijk ook impact te kunnen genereren in de maatschappij. Iets te verbeteren of ergens iets aan te klagen of aan te kaarten. Ja. Of mensen te informeren over een probleem, of duiding te geven bij een probleem. Dat is een heel waardevolle opdracht in het leven, denk ik. Ja. En een van de vragen die dan in mij opkomen is, want natuurlijk als journalist, je hebt gewoon je persoonlijke interesse in de mensen en wat je wilt weten. Maar ergens zit je inderdaad ook deel van een groter geheel en wordt er van je verwacht dat je met een scoop of met iets anders komt. Hoe gaat dat om? Want dat kan soms toch tot een tweestrijd leiden, waar dat je zegt van, maar op deze moment wil ik die mensen niet dingen laten zeggen die... Ja. Heb je daar ooit... Ja, ik ben eigenlijk altijd misdaadreporter geweest. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het criminele brein van iemand of van iets. En de dingen die in de maatschappij mislopen, de misdaden, maar ook de fraude, alle dingen die mislopen in de maatschappij, die eigenlijk naar buiten brengen. En dat is net een sector in de journalistiek die heel erg onderhevig is aan primeurdrift. Kranten tegen elkaar proberen echt de scoop te hebben
in een bepaald dossier. En je wordt daar vanuit je hoofdredactie ook aangezet, gedwongen, gestimuleerd om primeurs te zoeken. Ik ben jarenlang een hele gedreven primeurjager geweest. Ik stond ook zo bekend. Ik ging bijna niets ontzien op zoek naar de scoop, om toch maar op de eerste pagina van de krant te staan en toch mijn scoop te hebben in een dossier. Er zijn zeker momenten geweest in mijn carrière dat de blinde zoektocht naar de primeur belangrijker was bijna dan het verhaal op zich of zo. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik altijd wel respect ben blijven hebben voor het onderwerp en voor over wie dat je schrijft. Hè. Er zijn een aantal regels in de misdaadjournalistiek, namelijk je mocht niet zomaar naam en toenaam vernoemen van een verdachte in een zaak bijvoorbeeld. Je moet respect hebben voor de rechten van de verdediging. Ja, iedereen is onschuldig tot hij voor een rechtbank is veroordeeld. Al die principes zijn heilig. Maar soms in uw blinde zoektocht naar nieuws wil het wel eens gebeuren dat je daar de grijze zone opzoekt en dat je soms vergeet of ergens te weinig aandacht hebt voor het menselijke aspect of van de zaak of voor de regels van de kunst eigenlijk. Maar dat leert je ook gaandeweg, krijg je daar ervaring in en leer je daar veel gevoeliger voor zijn. En zeker de kroongetuigen, we gaan het er misschien later nog over hebben, maar hebben we gemaakt met heel veel respect voor die regels en voor de slachtoffers en de nabestaanden en ook de emotie van iedereen in zo'n verhaal. Ja. En je hebt een van de dingen dat ik mij herinner inderdaad, is dat de affaire Dutroux een heel grote indruk op u heeft gelaten. In welke zin? Want de zaak is geweest die ik eigenlijk vanaf dag 1 tot en met de uitspraak gevolgd heb, bijna elke dag eigenlijk. Een zaak die eigenlijk bijna 10 jaar van mijn carrière heeft ingenomen. Die zaak is onder mijn huid gekropen, omdat ik daar ook de mensen achter het dossier heb leren kennen, goed heb leren kennen. Dus veel ouders van die verdwenen kinderen zijn goede kennissen geworden, zelfs vrienden geworden. De ouders van Anne Marshall, Betty en Paul, zijn nog altijd vrienden. Dat zijn mensen die je hebt leren kennen. Je hebt daar heel veel meegemaakt. Je hebt die mensen zien huilen, zien hoop hebben, zien afzien. Je hebt die mensen door een heel dat traject gevolgd en ook een stuk begeleid. En soms meegehuild met die mensen en meegeleefd met die mensen. En dat schept een band dat onverbrekelijk is. En dat maakt dat zo'n zaak ook echt een zaak wordt die meer is dan puur verslaggeven. Ja. Maar echt iets is wat een drijfveer is geworden of een engagement is geworden om die zaak goed te volgen eigenlijk. En natuurlijk gaat het ook over kinderen. En als er nu iets is wat heel erg aangrijpend is alles wat met kinderen gebeurt. En de meest kwetsbare in de samenleving, als daar iets mee gebeurt, dat is verschrikkelijk. De zaak Dutroux was van een orde die we nog nooit hadden gezien. Hè. Ontvoering van meisjes, opsluiten, misbruiken en dan vermoorden. Dat hadden we nog nooit gezien. En de manier waarop dat gebeurd is, de figuren die daarin meespeelden, maar ook het gerechtelijk onderzoek en de politiemensen die daarbij betrokken waren, dat maakte dat die zaak zeer aangrijpend werd. En ook omdat je dan uiteindelijk ook die zaak volgt tot aan het proces zelf. En ik heb daar op het proces ook zelf de kans gehad om samen met een paar journalisten en met het hele Hof van Assise om ook in die befaamde kelder van Dutroux te gaan kijken. Om te kijken hoe hij die meisjes heeft opgesloten. Dat was toen een beslissing van de voorzitter van de rechtbank om iedereen te laten kijken hoe het eruit zag. En dat moment, die enkele minuten in die kelder, want we hebben daar één per één naar binnen gelaten, dat heeft van mijn leven lang een beklijvende indruk gemaakt. Ik was net papa geworden ook, enkele maanden daarvoor. En je denkt natuurlijk aan je eigen kinderen, je denkt aan de meisjes die daarin gezeten hebben. En de bekrompenheid van die cel, de hele sfeer van dat huis, dat was zodanig aangrijpend. Dan voelde pas eigenlijk hoe dat een gerechtelijk dossier echt iets tastbaar wordt en iets verschrikkelijk aangrijpend wordt. Ik heb toen die avond, moest ik voor VTM Nieuws live verslaggeving doen over mijn bezoek aan die kelder. En na die live uitzending heb ik toen naar mijn vrouw gebeld en ben in huilen uitgebarsten, gewoon van emotie.
van wat ik die dag had beleefd. Dat was zeer beklijvend, ja. Mm-hmm. Ja, dat kan ik me inbeelden. En dat dossier is dan gedaan uit 10 jaar. Is dat dan bijna niet zo'n zwart gat waar je in terechtkomt? Ja, dat was zeker en vast zo. Het is ook zo dat na het afsluiten van de zaak Dutroux, voelde ik ook aan dat mijn pure verslaggevende rol als journalist een beetje was uitgespeeld. Ik heb me nog kort nadien wel nog een paar grote internationale rampen verslaan, zoals de tsunami bijvoorbeeld en 9/11. Maar dat waren eigenlijk de laatste nieuwsfeiten die ik als journalist heb beleefd. Nadien ben ik dan chef nieuws geworden en ook hoofdredacteur van Telefact, om op die manier een andere rol te gaan innemen. Omdat ik eigenlijk op dat moment wel iets had van... Ja, na die zaak Dutroux, er is geen enkele zaak die mij nog voldoende zal kunnen motiveren om op de barricade te gaan staan dan die zaak Dutroux. Dat was voor mij zo het eindpunt van een periode van verslaggeving die ik wilde afsluiten. Er was zeker op dat moment een motivatieprobleem om dan nog nieuwe zaken te gaan blijven verslaan. Dus, dit was voor mij wel een eindpunt voor de actieve journalistiek eigenlijk. Ja, ja. Oké. En als journalist, dat is toch ook echt een humane wetenschappenrichting, zou ik... Allee, dat is echt, je leert de mens op zijn beste en op zijn slechtste kennen. Wat heb jij geleerd over de mens in die 25 jaar? Ja, dat is een goede vraag, want ik heb die vraag zelf ook vaak gesteld. En zeker omdat ik in die misdaadverslaggeving zat, waar ik eigenlijk constant met negativiteit en met de donkere kant van de maatschappij bezig was. En ook dat was trouwens heel slopend. Hè. Elke dag opnieuw met die donkere kant van de maatschappij bezig zijn. En mensen vroegen me dan vaak van, worden daar zelf dan niet ongelukkig van of depressief van of neerslachtig van? En eigenlijk is dat nooit gebeurd, omdat ik gek genoeg, ondanks die verslaggeving, of misschien net daardoor, over misdaad, dat ik eigenlijk altijd ben blijven geloven in het intrinsiek goede van de mens. Als je in de meeste misdaadverhalen en criminele verhalen waar je induikt, dan je duikt daar echt in en je probeert te begrijpen wat er is gebeurd, dan merk je wel dat heel veel van die verhalen ontstaan zijn door invloeden van buitenaf of invloeden waar iemand aan onderhevig is geweest. Iemand wordt geboren ofwel in een verkeerd milieu, leert de verkeerde mensen kennen, heeft niet de draagkracht om de juiste waarden en normen in zich op te nemen. Wordt in elke ontmoeting met een instelling ontgoocheld bijvoorbeeld. Mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze eigenlijk zowel bij school of andere of werk enzovoort voortdurend tegen de muur lopen. Ja, zo'n mensen geraken heel erg op het verkeerde pad en gaan dingen doen die absoluut onverdedigbaar zijn. Maar je hebt altijd wel je ziet altijd wel een bepaalde oorzaak en een bepaalde beïnvloeding. Er zijn maar heel weinig mensen die intrinsiek slecht geboren worden. Ja. Een kleine uitzondering voor de psychopaten en de mensen die echt ziek geboren zijn met een criminele geest. Maar dat is maar de kleine minderheid. De overgrote meerderheid van misdadigers zijn mensen die gewoon doorheen hun levenstraject eigenlijk op de verkeerde plaats met de verkeerde mensen in contact gekomen zijn, niet de draagkracht hadden, niet de omgeving hadden die hen opgetild heeft of die hen vooruit geholpen heeft. En net dat besef heeft mij doen beseffen dat eigenlijk de mens intrinsiek goed is. Ik heb met heel veel criminelen gesproken. En dan merk je dat in elk van die mensen dat daar een kern zit van goedheid en van... En van het juiste, maar die zijn gewoon ontspoord door heel veel verschillende factoren. Ja. Dus het heeft mij nooit mijn mensbeeld aangetast. Integendeel, ik ben er eigenlijk heel, heel mild door geworden en heel, heel erg probeer te begrijpen wat er is gebeurd. En dat doet mij ook denken aan een uitspraak van een filosoof die... Ik ga het vertellen omdat men nu hiermee opkomt. Omdat ik nu zeg, van ik wil proberen te begrijpen. Je moet eigenlijk altijd proberen ervan uit te gaan dat de ander gelijk kan hebben. Nooit vanuit een eigen vooroordeel iemand gaan benaderen of iemand gaan
beschrijven of verslag gaan uitbrengen over iemand. Zelfs niet over misdadigers. Als je iemand zijn verhaal wilt vertellen, altijd uitgaan van misschien kan die ook een stukje gelijk hebben. En dat helpt wel om op een hele milde manier in het leven te staan. En dat heeft zeker mijn periode in de journalistiek mij geleerd. Mildheid en begrip en menselijkheid. Ja. Ja, dat is wel mooi. Ja. Je zou er cynisch van kunnen worden. Ja, en dus er zijn er ook zeker geweest, collega's, ja. die het anders gezien hebben die het anders beleefd hebben en die cynisch of ook gewoon heel erg ongelukkig geworden zijn en die eruit gestapt zijn omdat ze het gewoon niet meer konden, niet meer aankonden. En ik begrijp dat zeer goed. Maar ik heb toch altijd geprobeerd om vanuit het proberen te begrijpen, daar toch een zekere mildheid en begrip voor te krijgen. Zo. Ja, heb je het boek van De meeste mensen deugen Ja, dat gaat er eigenlijk over. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk een ode aan mildheid. Ja. En dat vind ik mildheid een van de mooiste eigenschappen die mens kan hebben. Die zijn allemaal zo ongelooflijk bevooroordeeld en oordelend en soms hard tegen elkaar. Ja. Maar als iedereen zo eens een klein beetje meer mild zou zijn voor elkaar, dan zou het leven nog veel mooier zijn. Ja. Dat klinkt heel fluffy, maar dat is... ik heb dat geleerd doorheen 20 jaar harde misdaadjournalistiek. Dat is dat er altijd een andere kant is. Altijd een keerzijde is van een verhaal. Er is altijd een reden waarom dat iemand iets doet. Ja. En als je dat doorhebt, dan ga je wel met heel andere ogen naar de wereld kijken. En toch proberen meer begrip te krijgen, ook voor mensen die je soms kwaad doen. Je probeert daar toch ergens anders naar te kijken. Ja, dat is een mooie boodschap. Ja. Ik heb een mooie boodschap. Dat is grappig dat je zei. Een van mijn vragen was, is het moeilijk... Maar je hebt ze ook weer al beantwoord. Is het moeilijk om zacht te blijven als journalist? Maar dat hebben we eigenlijk net besproken. Zeg, je bent ook boardmember bij Child Focus. Ja. Is dat gelinkt aan je... Hoe dat je uit de Dutroux-affaire... Ja, helemaal. Ik heb, Child Focus is opgericht na de zaak Dutroux. Hè, als een van de gevolgen van de zaak Dutroux. Dus de zaak Dutroux heeft heel de samenleving ook op zijn kop gezet. Hè. Politiediensten zijn hervormd, justitie is hervormd. De celverdwijning is opgericht en ook Child Focus is opgericht om eigenlijk verdwijning en misbruik van kinderen, om daar meer aandacht voor te vragen. En ik vond... dat na mijn journalistieke carrière ik ergens iets moest teruggeven aan de samenleving. Ik kon dat heel moeilijk benoemen, maar toen de vraag kwam aan Child Focus van heb je zin om bestuurder te worden, dan was dat voor mij eigenlijk een heel mooie kans om in een zaak die heel mijn carrière bepaald had op dat moment, om in plaats van heel veel te nemen, namelijk informatie te halen en daar primeurs voor, in de krant te plaatsen en op televisie te brengen, dat was een heel nemend iets eigenlijk, hè, want je gebruikt eigenlijk een heel triestige zaak eigenlijk voor je job en voor je werk en om te scoren ook enzovoort. Maar ik kreeg nu de kans eigenlijk om iets terug te geven door een stukje als bestuurder ook iets terug te geven aan de samenleving. En dat vond ik een heel mooie opportuniteit en het is maar een heel klein rol en het is niet dat je daar heel veel kunt doen, maar het is toch een klein stukje teruggeven in een zaak die toch mijn leven bepaald heeft. Ja. Ja. Oké. Dan, je hebt nog van alles gedaan, Chef Nieuws, Kroongetuigen, maar aan een bepaald moment heb je dan het ondernemerspad beginnen bewandelen. Hoe is die overgang gegaan? Ik kan me inbeelden dat is helemaal iets anders. Hè? Ja, dus 9 jaar geleden, 10 jaar geleden bijna... had ik echt het gevoel dat ik op een kruispunt stond in mijn carrière. De actieve journalistiek had ik achterwege gelaten. Ik was al een paar jaar leidinggevende van de redactie. Nu, als er iets is in de journalistiek wat het allerleukste is, is dat zelf verslag uitbrengen. Leiding geven is niet het leukste in de journalistiek. Dus daar was ik zeker op uitgekeken op een bepaald moment. Het is een heel uitdagend iets om een redactie van 100 man te leiden en om te gaan met al die verschillende persoonlijkheden en soms ego's. Dat is een hele uitdagend iets. Na vele jaren heb ik toch wel de keuze gemaakt van nu wil ik eigenlijk daaruit stappen en wil ik iets helemaal anders gaan doen.
Ik had op dat moment geen enkel idee wat ik wilde gaan doen. Maar ik wilde op dat moment eigenlijk een sabbatical nemen. En eigenlijk een half jaar of een jaar nadenken over mijn volgende stap. Er was zeker al een soort van ondernemerszin in mij aan het opborrelen. De maanden daarvoor of de jaren daarvoor. Zonder dat echt te kunnen duiden. Maar ik wilde eigenlijk wel graag zelf iets opbouwen. Iets creëren en iets opbouwen en iets uitbouwen. Maar wat precies was het niet zo heel duidelijk. Ik heb ontslag genomen bij VTM. Ik had geen andere job. Iedereen zei van, wat doe je nu? Maar ik wilde echt even die leegte opzoeken. En toen vroeg ik me af, wat ga ik nu doen? De eerste paniek van, verdorie, ik heb volgende maand geen loon op mijn bankrekening. Wat kan ik eigenlijk? En dan ben ik gaan onderzoeken van wat heb ik eigenlijk in huis van kennis en van expertise en ervaring. En hoe kan ik dat eigenlijk gebruiken voor een nieuw verhaal? En dan kwam er eigenlijk in mij ook het idee op van, ik had als chef nieuws ook heel veel contact met PR-bureaus en bedrijven ook die nieuws probeerden te verkopen aan de redactie. En ik zag hoeveel bedrijven eigenlijk er niet in slaagden om op een nieuwswaardige manier hun verhaal aan te bieden. Ja. Dus 90% van de persberichten die binnenkwamen op een redactie belanden in de vuilbak. Zelfs 99%. Dus dat zijn er vele honderden per dag. En ik dacht, als ik nu eens kan proberen om die bedrijven te helpen om dat beter te doen, waardoor de verhalen die binnenkomen op een redactie wel nieuwswaardig zijn en wel maatschappelijk relevant zijn, dan ga ik misschien wel iets kunnen betekenen voor die bedrijven en ook voor de journalistiek. Want ook de pers gaat ermee gebaat zijn dat er veel interessantere verhalen binnenkomen. Want elk bedrijf, elke organisatie is op een berg aan nieuwswaarde. Alleen ze slagen er niet in om dat te verpakken in nieuws. Ik dacht, ja, dat ga ik doen. Ik ga iets in PR doen. Nu, ik kende niks van PR. En ik heb gewoon op Google het woordje PR en journalistiek ingetikt. Om te kijken, wat komt daaruit? Wat is de link tussen PR en journalistiek? Journalistiek kende ik, PR kende ik niet. Maar misschien was er wel een verband te vinden. Ik kwam toen uit bij bij iemand die dan later mijn guru is geworden op PR-vlak. David Meerman Scott. Die op dat moment net een nieuw concept had bedacht, wat hij brand journalism noemde, bedrijfsjournalistiek. Ja. Die ging ervan uit dat bedrijven gebaat zijn bij journalistieke métier, ervaring, om hun verhalen eigenlijk te zoeken in het bedrijf, te vorm te geven en aan te bieden aan de pers. Ja. En ik vond dat een hele logische, maar een hele slimme keuze eigenlijk, dat je eigenlijk als bedrijf journalisten gaat inschakelen of ex-journalisten inschakelt om uw verhaal beter te maken. Dat wil ik doen. Ik wil bedrijven helpen met mijn journalistieke ervaring om betere verhalen te maken, maatschappelijk relevantere verhalen, verhalen met meer nieuwswaarde. En zo ben ik eigenlijk al na een paar weken na mijn sabbatical, ben ik dan begonnen met BePublic, dat PR-bureau, waarbij we vanaf dag 1 hebben geprobeerd om PR eigenlijk een beetje te heruitvinden en op een meer journalistieke manier aan PR te gaan doen. Ja. En dat heeft meteen heel erg gewerkt, omdat die bedrijven voelden, dat is iemand die kennis heeft van journalistiek. Ik zocht echt naar nieuws bij die bedrijven, alsof ik een journalist was. En ik ging dat nieuws aanbieden aan de media. En de media vonden dat natuurlijk heel erg leuk, want eindelijk was er eens iemand die echt nieuws aanbood vanuit het bedrijfsleven. En we hebben dan daar ons verhaal rond uitgebouwd en dat is eigenlijk heel snel heel goed beginnen lopen. En zo hebben we eigenlijk ons bedrijf kunnen uitbouwen, echt door op een puur journalistieke manier aan PR te gaan doen. Ja amai, mooi. Dat je dezelfde skillset toch in een hele andere, van een heel andere invalshoek kunt inzetten. Ja, en dat is eigenlijk het mooie aan een loopbaan. En dat geldt voor iedereen, dat je probeert om te kijken, wat kan ik eigenlijk goed? Waar ben ik goed in? En wat kan ik met die kennis en die ervaring betekenen in een andere sector of in een ander verhaal of in een eigen verhaal? Dat je niks van de ervaring die je hebt opgebouwd verloren laat gaan. En dat zou eigenlijk jammer zijn. Je hebt heel veel ervaring opgebouwd en je gebruikt dat ergens voor een nieuw verhaal. Dat vind ik een heel interessante... dynamiek. Ja. Ja, en dus uw sabbatical is eigenlijk... Dat was toen niet gelukt. Dat was toen na een paar weken om zeep en meteen vol voor dat bedrijfsverhaal gegaan. En... Ligt dat in uw aard om vol voor dingen te gaan?
Ja, dat ligt zeker in mijn... Ik betrap me er zelf op dat ik wou zeggen, dat lag in mijn aard. Maar daar komen misschien stevens nog op. Maar ik ben absoluut iemand, denk ik, die heel erg ondernemend is van aard. Ik ben geen commerciële ondernemer. Ik ben geen man die allemaal business-ideeën uitwerkt enzovoort. Ik ben een man van de inhoud, denk ik. En van verhalen te vertellen. Maar wel de mouwen opgestroopt en er vol voor gaan. En als ik iets aanpak, dan is het 200%. Ja. Dan geef ik mij volledig. En dan loop ik mezelf ook constant voorbij. Ja. Dat heb ik geleerd met schaam en schande. Ja. Dus ik ben wel iemand die altijd vol voor iets gaat. Ja. Ik zou ook niet anders kunnen. Ik denk niet dat ik iets half kan doen of zo. Mm-hmm. Dat vind ik interessant, dat je zegt van... ik loop mijn eigen dan soms voorbij. Ik merk eigenlijk heel veel mensen die ik tegenkom, die er vol voor gaan. Inderdaad, de grote valkuil is dat je inderdaad soms jezelf voorbij loopt. Is dat iets... hoe herkent je dat bij jezelf en hoe heb je geleerd om daarmee om te gaan? Ja, er is een Amerikaanse business guru die de 80% regel bekendgemaakt. Eigenlijk zou je er moeten in slagen om maar aan 80% van je capaciteiten te werken. Ja. En niet aan 120. Want als je aan 120 werkt, dan brand je zelf op. Ja. Als je aan 80 werkt, dan blijf je zelf trouw. Ik ben daar heel lang niet in geslaagd. Omdat ik moet nu denken aan die vele avonden en nachten dat ik gewoon bleef doorwerken tot 1-2 uur 's nachts. Dat was gewoon voor mij normaal. Nou, al mijn vrienden zeiden van, maar dat is niet normaal dat jij om 1 uur 's nachts nog werkt of zo. Ja. Maar voor mij was, ik had zo het verkeerde idee van, als je maar hard werkt, dan heb je succes. En dat is eigenlijk een idee waar ik niet meer in geloof. Succes hangt niet af van je kapot werken. Maar ik heb dat heel lang wel zo gedacht, van als je kapot werkt en als je maar hard werkt en lang werkt, ja, dan heb je succes en dan heb je aanzien en dan lopen de zaken goed. Dat is misschien een tijdje wel zo het geval, maar na een tijd gaat ook jezelf gewoon voorbij lopen of opbranden of zo. Ja. Dus ik heb wel geleerd dat eigenlijk dat het doseren van je energie veel belangrijker is dan gedreven voor iets gaan, niet ontzien naar je doel gaan. Ja. Dat is veel efficiënter en dat had ik liever eigenlijk ook geweten 20 jaar geleden dan ik het nu pas weet. Of sommige inzichten hebben een last op later leeftijd. Ja. Maar dat kan ik zeker als advies meegeven. Probeer aan 80% te werken en dat goed te doen. En de andere tijd te gebruiken voor zelfontwikkeling, rust, vrije tijd, relaties enzovoort. Dan ga je veel langer en veel duurzamer je carrière kunnen opbouwen. Ja. Dan dat je constant op 120%. Want die 20% dat je te veel werkt, of die 40% dat je te veel werkt, gaat ten koste van relaties, je gezondheid, je welbevinden, je zelfontwikkeling. Je loopt jezelf letterlijk voorbij. Dus jezelf voorbij lopen betekent niet meer kijken naar jezelf. Ja. En jezelf oneer aandoen, jezelf verwaarlozen. En dat is zo onverstandig. Ja. Ja. Ik zeg altijd, daar komen we misschien later nog op terug. Ik zeg altijd, leven is een marathon, geen een sprint. Ja. Want jij loopt marathons, hè? Ja, mooi bruggetje. Ja. Ja, ik loop marathons, maar gezegd, leven is een marathon. Ik loop dus marathons. Ik heb marathons gelopen voor corona. Maar voor mij was... ik loop al heel lang en ik loop heel veel. En dat is een beetje een verslaving lopen. Ik heb heel lang, heel erg gedreven, wedstrijden gelopen, marathons gelopen, met de bedoeling om medailles te halen, om een betere tijd te halen. En ook dat was weer voor mij een vlucht. Net als dat hard werken een stukje een vlucht is dat lopen en daar te hevig voor gaan, ook een stukje een vlucht van jezelf weer. Dus ik zal vandaag ook niet meer zeggen dat het leven een marathon is. Vandaag loop ik aan lage hartslag, korte afstanden. En ik geniet veel meer van mijn sport dan vroeger. Ja. Maar ik zal het niet meer als een wedstrijd beschouwen die het van mij overneemt. Of ik probeer dat te doen.
Ik ben onlangs met mijn nieuwe sport begonnen, surfen. En ik merkte van mezelf dat ik opnieuw heel hevig met die plank in dat water aan het top was om toch maar het zo goed mogelijk te kunnen doen. Dat ik tegen mezelf moest zeggen van oppassen, want je bent hier opnieuw jezelf aan het voorbijlopen in je hevigheid. Dus het zit ergens nog wel in mij, maar ik besef het wel dat het een valkuil is. Dus iets te hevig doen en daar te gedreven voor gaan is vaak een vlucht voor iets anders of een vlucht voor jezelf. En dat is niet zo verstandig. Ja, wijze woorden. Hè? Want ik ontmoet heel veel bedrijfsleiders die heel fanatiek lopen. Ja. En ik heb mij vaak die vraag gesteld van, is dat nu... Ja, ze zeggen, ja, maar dat brengt mij rust. Maar dat zegt ook veel over hoe onrustig het is als je niet aan het lopen bent. Ja, en dat brengt rust... Lopen brengt mij ook mentale... Lopen is voor mij een soort meditatie. Omdat je in een cadans zit en je hebt geen gsm bij. Je loopt zonder enige prikkels. Ik loop zonder enige muziek of zo. En je komt in een soort van ritmiek terecht die je gedachten ordenen. En de beste ideeën komen bij mij tijdens lopen. Alleen, heel veel bedrijfsleiders beginnen dan met ultraloop of met triathlons of met... Kom, we gaan de Andes oplopen of we gaan met een groepje ondernemers gaan we in de Sahara gaan lopen. Ook allemaal gedaan, maar dat is net het weglopen van jezelf eigenlijk. Dus ik vind lopen en sporten is superbelangrijk. Zolang dat je dat met mate doet, gedoseerd doet en voor je eigen welbevinden belangrijk is. Maar niet om te vluchten voor iets anders. Dat heb ik toch wel al sinds geleerd, hè. En wanneer weet je dat je toe voor je welbevinden versus vluchten? Altijd te laat. Altijd te laat als je wat dingen meemaakt, denk ik. En ik heb al sinds dat nog maar een paar jaar geleden beseft dat ik heel veel van de dingen die ik heel gedreven deed, eigenlijk een vlucht waren voor iets anders. Namelijk voor mezelf en voor mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen... voor mezelf te zorgen, mezelf te graag zien. En dat is een inzicht dat heel belangrijk is. Ik heb nog maar heel recent eigenlijk beseft dat heel veel van de dingen die ik in mijn loopbaan heb gedaan eigenlijk een hang was naar het zoeken naar bevestiging van extern. Ik zocht in de journalistiek naar een publiek. Ik wilde graag met mijn naam op de eerste pagina van de krant staan. Met mijn primeur, ik wilde op VTM-nieuws, wilde ik graag met mijn kop op televisie komen en ergens uw verhaal vertellen, maar ook een stukje bevestiging krijgen en erkenning krijgen en mensen die, in de hoop dat mensen u gezien hebben en uw verhaal hebben gehoord. Als ondernemer probeer uw onderneming uit te bouwen, succes daarmee te krijgen en opnieuw om applaus te krijgen. Dus eigenlijk heel, en dat denk ik voor heel veel mensen zo, heel veel van de dingen die je in uw carrière doet, in uw leven doet, is eigenlijk één grote roep om, ja, zie mij graag. Mm-hmm. En wat is nu eenmaal een roep, zie mij graag? Dat is eigenlijk het feit dat je jezelf niet graag ziet. Of niet graag nog ziet. Omdat dat je het eigenlijk van de ander verlangt. Of van je publiek verlangt. Mm-hmm. En ik heb beseft dat ik eigenlijk veel meer moet werken aan mezelf graag te zien. En dat alles daarmee begint. Jezelf graag zien, bevestiging aan jezelf geven. En dan komt al de rest vanzelf. Maar mensen zoals ik, die soms te hard gaan en zichzelf voorbij lopen en voortdurend kicks en pieken zoeken en highs zoeken in je carrière, dat was gewoon in mijn geval het zoektocht naar bevestiging, naar erkenning, naar applaus. Zie mij graag. Ja. En dat is natuurlijk op termijn nefast natuurlijk, want dat gaat je zelf niet aan je oneer aan doen. Hè. Ja, dat is ook heel fragiel. Ja. Als je geen applaus meer krijgt, dan... Ja, maar het leven is niet gemaakt om applaus te krijgen. Het is heel fijn dat je dat krijgt. En erkenning is absoluut belangrijk en nodig. Maar het mag geen doel in je leven worden. Ja. Als het een doel wordt, of als het een constante wordt, dan doet je oneer aan jezelf aan. Of dan loop je zelf voorbij. Ja, dat is ook iets dat ik heel vaak tegenkom. Ja. Van mensen die inderdaad heel gedreven dingen doen. Ja. Maar als je dan... een beetje gaat doorkijken, daar zit vaak heel veel rond bevestiging. Ja. Bevestiging. Jeroen, wij kennen elkaar sinds 2008,
Nee, sorry, 2018. Je hebt toen meegedaan aan een retreat. En als ik mij niet vergis, was dat juist toen je je bedrijf verkocht had? Of dat was inderdaad 3 jaar geleden, op een beetje een kruispunt van mijn leven, denk ik. Omdat in dat ene jaar, ik werd wel 50 jaar, was voor mij een belangrijk moment in mijn leven. Moeilijk moment. Maar ook mijn papa was gestorven in dat jaar ook. Is gestorven in dat jaar. En mijn toenmalige lange relatie, mijn huwelijk is toen ook geëindigd, jammer genoeg. En ik heb mijn bedrijf verkocht. Allemaal in dat ene jaar. Dus dat was wel heel veel om te dragen. Maar het zal ook niet voor niks geweest zijn dat alles daar toen samenkwam. In dat ene moment of dat ene jaar. Maar die retreat die we dan samen gedaan hebben, was voor mij echt het moment. Dat was een kruispunt in mijn leven. Waar ik toch het gevoel had dat ik de dingen anders moest gaan doen. Dat ik bewuster moest gaan omgaan met een aantal dingen. Dat ik ook minder snel van mezelf moest weglopen. Want wat ik dus lang gedaan heb, door in werk en sport en zo te vluchten. Dus dat was voor mij zeker een heel belangrijk moment. En een besef ook van, ja, ik moet het anders gaan aanpakken. En ik moet meer stilstaan bij de dingen en rust vinden, vertragen soms. Aan zelfontwikkeling gaan doen. Dus dat was zeker een heel belangrijk moment. En de laatste 3 jaar zijn op dat vlak voor mij hebben een spectaculaire verandering in mijn levenshouding ook opgeleverd door veel bewuster met dingen om te gaan en ook veel meer te lezen en aan persoonlijke ontwikkeling te gaan doen. Heb ik veel meer over mezelf geleerd en over het leven geleerd dan de 30 jaar daarvoor. Ja. Dat was een heel belangrijk moment. Dus het was eigenlijk een beetje de start van Life 2.0. Ja, absoluut. Zeker een belangrijk nieuw hoofdstuk. Ja. En dat heeft zeker zich nog voortgezet ook in de corona. Het corona-jaar dat we nu in het gehad hebben. Wat nog een extra versterkend effect had eigenlijk om daar nog dieper in te duiken. Ja. Omdat je eigenlijk bewust, eigenlijk zijn verplicht om te vertragen. En nog bewuster stil te staan bij de dingen. En dat heeft zeker ook gezorgd voor een nieuwe versnelling ook in die ontwikkeling. Ja, want zoals dat ik al zei in de introductie, je hebt in mijn ogen toch wel een moedige beslissing genomen om een professionele break te nemen, die nu nog bezig is. Nee. Nu dat ik weet dat je verteld hebt dat je dat eigenlijk ervoor ook al wilde doen, is dat waarschijnlijk iets dat al langer in je hoofd zat. Hoe heb je dat dan toch gezegd van, nu ga ik het doen? Ja, ik vond ook al 10 jaar geleden dat ik dat wilde doen. En ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk, dat je eigenlijk, voor iedereen trouwens, dat je zo om de 10 jaar eens moet proberen even een kleine pauze te nemen. Dat hoeft geen heel jaar te duren. Maar even op de reset-knop drukken en jezelf herprogrammeren is nooit niet verkeerd. Ik wilde dat toen ook al doen, dat is toen niet gelukt. En nu voelde ik dat heel duidelijk aan dat het goede moment was. Ik had mijn bedrijf verkocht, overgelaten aan Mediafin. En die periode liep af eind vorig jaar. En in plaats van heel snel opnieuw in een nieuw verhaal te duiken, heb ik heel snel eigenlijk aangevoeld van, ik ga nu dat moment echt gebruiken om te vertragen. En dat nu echt ook doen. Dat was eigenlijk helemaal geen moeilijke beslissingen. En ik vond dat ook zelfs helemaal niet moedig of zo, dat was gewoon noodzakelijk. Dat was gewoon nodig in mijn leven op dat moment. Heel bewust eigenlijk vertragen, heel bewust de stilte opzoeken, heel bewust voelen van wat geeft mij energie, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Nog veel meer bezig zijn met de dingen die mij op dat moment al een tijdje bezig hielden, persoonlijke ontwikkeling. Ik heb meditatie ontdekt, wat ik al lang wilde leren kennen, heb ik nu leren ontdekken. Ik heb yoga leren ontdekken. Dat zijn allemaal dingen die, een stukje mindfulness, dingen die ik heel belangrijk vind om in te duiken, of vond, en die ik echt nu
heb leren kennen dit jaar. En ja, dat heeft nog veel meer dan daarvoor gezorgd voor veel, ja, veel intenser en bewuster leven eigenlijk. Ja. Mm. En wat ik me dan afvraag, wat mijn ervaring altijd is, als je zo van die in veel mensen hun ogen niet evidente beslissingen maakt, is dat je krijgt direct heel veel vragen daarop. En ik denk ook vaak mensen die hun eigen angsten projecteren op hoe en wat doe jij nu? En hoe is dat gelopen? Hoe heeft je omgeving daarop gereageerd? Ja, wel, het is opvallend dat je ook zelf zegt van amai, ik vind dat wel een moedige beslissing. Dat is iets wat je heel vaak te horen krijgt. Amai, dat is wel moedig. En uit die opmerking, het is wel moedig, klinkt angst. Hè? Ja. Amai, jij durft dat. Amai, ben jij niet bang hè, dat je geen inkomen gaat hebben, dat je, enzovoort. Natuurlijk had ik dat ook. En de onzekerheid is bangelijk en is absoluut bij momenten echt wel scary. Maar als je zodanig voelt van dat het juist is wat je moet doen, dan zit het eigenlijk heel snel opzij. En dan denk je, ik probeer vertrouwen te hebben dat ik ook opnieuw wel iets zal tegenkomen dat mij boeit en waar ik in kan duiken. Mm. Ik heb eigenlijk heel snel dat vertrouwen wel gevonden dat wel zal komen. Het gekke is dat ik in eenmaal de eerste weken van mijn sabbatical dat ik heel snel een aantal projecten tegenkwam en mensen die vroegen van wil je dat graag doen en dat ik heel snel dat toch dacht ik ga toch eens luisteren, maar dan heb ik mezelf echt tot de orde moeten roepen van nee, als ik nu hierop inga dan ga ik eigenlijk opnieuw heel snel in een andere dynamiek komen. Dus ik heb echt in de eerste weken heel, heel bewust beslist van nee, ik ga nu even op niks ingaan en mezelf echt verplicht om te vertragen. En ik noem het een hele schone cadeau die je zelf kunt doen. En het is absoluut niet altijd evident en niet voor iedereen even evident, want ja, er moet toch ook een inkomen zijn enzovoort. Dus er zijn zeker een aantal moeilijkheden. Maar de waarde van even te vertragen en even een tijd te nemen, en dat kan ook maar 3-4 maanden zijn, dat hoeft geen jaar te duren, om even stil te staan, te vertragen, maar ook letterlijk de stilte op te zoeken. Ik heb voorbije maanden op heel regelmatige momenten gewoon mijn gsm uitgezet voor gedurende 8 uur, 12 uur, 24 uur. Gewoon geen enkel bericht, geen enkel signaal opgevangen en ja, gewoon bewust stilgestaan, de stilte opgezocht, geluisterd naar de natuur. Dat is ongelooflijk verrijkend geweest. En dan de combinatie met dan mindfulness, meditatie. Dat zijn hele rijke momenten eigenlijk. En er zijn zeker ook dagen geweest, want ik wil daar zeker niet stoer over doen, die moeilijk zijn. Hè. En je loopt, er zijn dagen dat je tegen de muur loopt en dat je angstig bent en dat je jezelf tegenkomt en dat je je eigen onzekerheden weer opspelen. Dus het is niet altijd even evident, maar die dagen gaan ook weer voorbij. En hoe meer dat je leert van het vertragen en de stilte te genieten, hoe sneller die moeilijke momenten ook... Hoe makkelijker je die moeilijke momenten doorkomt. Of hoe met meer vertrouwen dat je die moeilijke momenten doorkomt. Ja. Ik geloof ook trouwens dat deze periode ook en elke pauze die je neemt, mij ook als persoon, maar ook als leidinggevende, een betere leidinggevende zou maken. Dus ook voor leidinggevende is dat een heel belangrijk iets. Dat je eigenlijk soms tijd neemt om even te vertragen. Wel omdat je... als je heel lang in de leidinggevende functie bent, dan wordt het leidinggeven een rol. Hè, de rol wordt eigenlijk jezelf. Je gaat leiding geven en je wordt de leidinggevende in alles wat je doet. Hoe dat je denkt, hoe dat je handelt, hoe dat je met mensen omgaat enzovoort. Ik zelf ook, hè, ik ben de eerste schuldige daaraan, maar ik zie ook veel andere leidinggevenden die daardoor zichzelf voorbij lopen. En vandaar dat ik ook zo erg fan ben van het gegeven of van het concept kwetsbaar leiderschap. Van te proberen ook als leidinggevende je eigen kwetsbaarheid voldoende nog toe te laten. En kwetsbaarheid komt pas naar boven als je stilstaat of als je vertraagt of als je bewust met dingen bezig bent. Dan komt die kwetsbaarheid naar boven. En ja, ik vind kwetsbaarheid een van de mooiste eigenschappen die je trouwens niet alleen als leidinggevende, maar als mens in het algemeen kunt
kunt hebben, het tonen van kwetsbaarheid tegenover de ander, is het mooiste moment van verbinding die je kunt hebben. En dat is van de leidinggevende naar de medewerkers toe, maar dat is ook voor medewerkers onderling, voor iedereen in het leven, is dat heel belangrijk. Ik heb sinds mijn kruispunt in mijn leven 3 jaar geleden, heb ik die, en eigenlijk al daarvoor ook al een tijdje, heb ik dat nou, toch proberen ook te incorporeren, zo die kwetsbaarheid, en daar toch gebruik van te maken, ook in mijn werk, als ondernemer ook en als leidinggevende. Omdat ik voelde dat ik daardoor een veel authentiekere versie van mezelf werd dan in mijn jaren in de media. Hè. De mediawereld, die 20 jaar in de media. Je zit in een macho-cultuur, in een hele top-down structuur, in een hele concurrentiële omgeving. Je wilt scoren, je wilt op de eerste rij staan, je wilt als eerste in het buitenland mogen gaan, met je kop op televisie komen, met je naam in de krant. Een heel concurrentiële wereld, een hele macho-wereld ook. Macho-wereld niet in de zin van door mannen bestuurd, maar gewoon macho-cultuur van ik ben de sterkste overwinnen, de sterkste die komen het verst in de journalistiek. En ik voelde eigenlijk ook wel aan dat niet was wie ik ben eigenlijk. Dat is ook trouwens een van de redenen waarom ik er ook uit ben gestapt. Omdat ik voelde van ik ben echt mezelf voorbij te lopen of mezelf oneer aan te doen. Toen ik met mijn onderneming begonnen ben, dan viel er ook op dat vlak een last van mij af. Van, ja, een soort van cocon waar ik in zat en waar ik niet meer in wilde zitten eigenlijk. Maar dat wordt altijd maar sterker en sterker. In de laatste jaren is dat eigenlijk nog veel sterker geworden. Dat gevoel van laat die kwetsbaarheid en laat die authenticiteit toe. Dat maakt van u een bewustere mens, denk ik ook een mooiere mens. Dat is zeker het juiste pad voor mij. Hè. Ja, ik denk dat inderdaad... Ik spreek ook veel mensen dat ik denk van... Allee, je zit nu in een uitgelezen situatie om inderdaad zo een keer een pauze te nemen. Ik krijg dan vaak zo terug van... Ja, maar zo stilzitten, dat is niks voor mij. Of zelfs financiële beweegredenen, waar ik in veel gevallen van weet van ja, wat is nu 3-4 maanden geen loon? Allee, dat is nu niet om oneer aan te doen aan mensen die dat niet kunnen, hè? Maar ik denk dat eigenlijk de meest heel veel mensen dat zich zouden kunnen veroorloven. Zeker als je ziet wat voor dure vakantie er worden gedaan. En dat toch niet doen, maar dat misschien meer uit een schrik voor om zichzelf tegen te komen. Ja, ik denk dat echt de beste investering is die je kunt doen. Die paar maanden loon die je even aan de kant schuift om in jezelf te duiken. Dat is het schoonste cadeau die je zelf kunt doen. En je hebt zeker gelijk, dat is niet voor iedereen altijd mogelijk. En jammer genoeg, hè, want het zou voor iedereen wel nuttig zijn om eens om de 10 jaar eens even een pauze te kunnen nemen. Maar als je het enigszins kunt, al is het maar een paar maanden, doe jezelf die cadeau. Je ontdekt zoveel mooiere dingen ook. En je gaat ook nadien een zoveel betere werknemer, leidinggevende, bewustere persoon worden in het leven. Dus dat is absoluut iets wat ik iedereen toewens. Ja, ja ik ook. Ja. Geloof jij in het leven na de dood? Oei, die vraag had ik niet verwacht. Nee. Nee. Ik denk het niet, nee. Ik denk dat we het nu moeten doen. Ja. En als er iets is nadien, dan is dat mooi meegenomen. Maar ik probeer heel bewust van te zijn dat we het nu moeten doen. En dat we het in dit leven, van elke dag en alle kleine dingen van het leven en de grote dingen van het leven moeten genieten. Ja. Maar verlangen of hopen op iets na de dood zou mij alleszins weghouden van het bewust leven vandaag in het nu. Ja. Dus ik ben geneigd om te zeggen, nee, ik geloof er niet in. Ik zou het graag nu allemaal willen beleven. Oké, dat is een goed recht. Geloof jij in het leven na de dood? Bent jij de journalist country? Ik geloof... Ja.
En niet vanuit een verlangen dat vanuit een angst dat gedaan is. Dus ik denk, moest het morgen stoppen en er zou niks meer zijn. Ik leef ook wel op die manier dat het op één elke dag mag stoppen en dat ik kan denken van het was oké. Het is goed geweest. Ja. Dus dat heb ik ook wel. Ja. Ik leef, dat gevoel heb ik, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja. Ja. Dus ik wil wel op eender welke dag kunnen doodgaan, zelfs zonder een leven na de dood, en het gevoel hebben van, ik heb niet van te veel spijt, of ik heb niet te veel gemist. Dus dat doe ik wel. Ik geloof wel in een soort van een continuum van je bestaan. En misschien niet in deze format of niet in deze lichaam of zo. Maar en dat is puur vanuit een observatie. Hè. Je hebt sommige mensen die op de wereld komen en die eigenlijk, die dat je ontmoet, die super jong zijn. En dat je zegt van, een wijsheid van 60-jarigen in zich. En je hebt andere mensen die op hun sterfbed bij wijze van spreken, in mijn ogen nog altijd niet doorhebben waar het om draait. En dus ik heb zo echt het gevoel dat er... Je hebt een fysieke leeftijd, maar je hebt ook iets, en dat is dan misschien gelinkt aan wijsheid. Je hebt sommige mensen die veel wijzer zijn dan anderen en die even lang in dat lichaam rondlopen. En dan vraag ik mij af, ja, is dat gewoon zo? Of zijn die gewoon al ergens? Hebben die meer ervaring opgedaan hiervoor? Ja, dus dan is het zelfs niet leven na de dood, maar het is leven voor de dood, voor de geboorte. Ja, het is interessant dat je dat zegt, want sinds mijn papa gestorven is, heb ik natuurlijk ook daarmee bezig geweest, van wat nadien. Hè. Ja. Is mijn papa hier daar nog ergens? Ja. En gek genoeg voel ik aan dat mijn vader nog altijd ergens is. Dat zijn ziel. Ik kan daar tegen spreken. En ik voel op momenten dat hij ook... Dat hij ook naar mij luistert, ook gek genoeg. Dus is dat leven na de dood? Ik weet het niet. Ik geloof dat de ziel wel voortleeft. Ja, ah, wel, maar dat ding dat ik dat... Dus daar kan ik er zeker in volgen. Ik voel... En dat geeft ook wel op moeilijke momenten in de rouw wel een stuk vertrouwen ook. Dat je ook tegen die persoon die er niet meer is, dan nog wel kunt praten. Dat je daar kunt... je dingen aan kwijt kunt. Of dat je eigenlijk... Er zijn momenten in de voorbije jaren waarvan ik bijna vroeg van... Papa, geef mij nu een teken dat je toch ergens bent. Ja. En dat je toch ergens dat teken dan ziet in iets. Ja. Ik ben geneigd om daarin te willen geloven. Omdat dat toch... Dat geeft toch ergens troost ook. Dat die persoon niet weg is. Die leeft nog altijd in onze ziel. En dat vind ik een troostende gedachte wel. Hè. Ja. Nee. Ik denk dat we dat misschien toch dichter bij elkaar zitten. Ja. Als je het zo uitlegt, kan ik het wel volgen. Absoluut, ja. Oké. Okay. Heb je ergens spijt van? Ja. Ik heb zeker van dingen spijt, zoals iedereen van dingen spijt heeft. Het eerste wat ik aan denk is uiteraard... Het mislopen van een lange relatie bijvoorbeeld. Wat ik daar nu heel erg in geëvolueerd ben, maar je hebt wel spijt dat een bepaald levensproject niet gelukt is. In die zin dat je eigenlijk toch jezelf... Ik heb mezelf heel erg ontgoocheld gevoeld in mezelf dan van verdorie, dat is nu niet gelukt. En het verdriet dat je dan aan je partner doet en aan je kinderen doet... Is soms bikkelhard ik heb daar wel spijt van gehad op momenten van verdorie. Dat zijn moeilijke dingen om te dragen wel. Maar ook spijt over bepaalde het gaat heel vaak, spijt gaat bij mij heel vaak over menselijke connectie eigenlijk, als ik er nu over nadenk. Niet over een bepaald iets dat je doet en dat mislukt of zo, of een onderneming of iets dat je aanpakt en dat niet... Daar heb ik gespijt van. Het zijn maar degenen die niks doen, die falen in mijn ogen.
Maar spijt over hoe dat je reageert tegen iemand, hoe dat je iemand pijn gedaan hebt, hoe dat je misschien woorden hebt gebruikt die je liever niet had gebruikt, of hoe dat je mensen hebt verdriet aangedaan, maar je hebt het zo niet bedoeld. Dus spijt gaat mij altijd over connectiviteit, intermenselijke relaties, waar soms dingen worden gezegd of gedaan die pijnlijk zijn. Maar ik sprak daar straks over mildheid en over vergeving enzovoort. Ik heb ook wel geleerd mezelf ook te vergeven. En alle grote momenten van spijt ook ergens voor mezelf een plaats te geven of zo. Of mensen die je hebt kwaad gedaan, om daar toch proberen die relatie te herstellen of de connectie te herstellen of zo. Ik ben een weegschaal van sterrenbeeld, dus ik geloof wel in het herstellen van het evenwicht als het kan. En, ja. Vroeger zei mijn moeder al tegen mij, ga nooit slapen zonder dat je een ruzie hebt uitgepraat. Ja. Dat is zo'n mantra dat ik wel belangrijk vind. Neem geen negatieve energie mee doorheen heel je leven, door met iemand waar je ooit eens een conflict mee gaat, om dat dan mee te slepen in je leven. Ja. Probeer daar uit te geraken en af te sluiten of zo. Ja. Dus als ik over spijt heb, dan gaat het altijd over menselijke dingen die scheefgelopen zijn. Maar die gelukkig wel hersteld zijn, of die wel de connectie teruggesteld is. Ja, en ook mildheid naar jezelf. Hè. Ja, absoluut. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Oké, ik heb nog twee vragen voor u, Jeroen. De eerste is, je hebt twee kinderen. Wat is voor u het allerbelangrijkste dat je al geleerd hebt in het leven, dat je aan hen zou willen meegeven? Het allerbelangrijkste wat ik aan hen zou willen meegeven. Dat zal het toch wel zijn, die mildheid en die empathie, denk ik. Probeer altijd op een empathische en een mildheid en empathie, is niet helemaal hetzelfde, maar dat is wel hetzelfde register, in het leven te staan. Dus vaak als mijn kinderen thuiskomen met een conflict met een leeftijdsgenootje of zo. Ik zal altijd zeggen, probeer het toch uit te geraken. Probeer ook te begrijpen waarom dat hij zo gereageerd heeft. Probeer daar toch begrip voor te hebben. Probeer het op te lossen, erover te praten. Krop het niet op. Dus ik denk, een stuk mildheid, een stuk empathie. Ik vind empathie een van de meest onderschatte communicatietools ever, trouwens. In alles, in communicatie, in omgaan met mensen. Empathie is eigenlijk het... Proberen betrokken te zijn bij de ander. Hè. Ja. Proberen u in te leven in de ander of te begrijpen hoe dat de ander is. Ik had het straks ook al over in mijn journalistieke bestaan. Toch altijd proberen een stukje in te leven in de ander. Als gevolg daarvan word je ook milder, omdat je altijd een stuk begrijpt, of beter begrijpt wat de ander doormaakt. Ik wil zeggen, ergernissen die je bij een ander voelt, is altijd een dieperliggend iets bij jezelf ook. En dat helpt ook om de dingen te plaatsen, te begrijpen en ook vaak op te lossen. Dus als ik iets aan mijn kinderen zou meegeven of meegeven, is denk ik, probeer toch altijd op een milde, niet-oordelende, empathische manier in het leven te staan. Ja. Of zo, ja. Mooi. En dan, wat verwacht jij nog van het leven? Nog heel veel. Echt nog heel veel. Ik heb echt het gevoel dat er nog heel veel voor mij ligt. Welke kwaliteit van jezelf zou je nog het meeste willen inzetten? Ik vind het een hele moeilijke vraag om over je eigen kwaliteit te spreken als kwaliteit of zo. Ik denk dat ik gewoon wil blijven proberen bewust te leven zoals ik de voorbije jaren aan het proberen te doen ben. En dat vanuit dat bewust leven daar ook je omgeving en de dingen die je aanpakt daar ook baat bij zullen hebben of daar ook zullen van daar ook van zullen kunnen, waar je beter van kunnen worden of zo. Ik denk
Ja, ik zal zeker blijven heel bewust, heel authentiek in het leven te staan. En vanuit die authenticiteit geloof ik echt dat er nog heel veel voor mij open ligt of ligt te wachten op alle mogelijke vlakken. Ik denk dat die echtheid die ik gevonden heb bij mezelf mij enorm veel vertrouwen heeft gegeven in wat er voor mij ligt. Als ik er zo over nadenk, omdat ik... ik ben zeker een stuk bij mezelf thuisgekomen de voorbije jaren. En dat thuiskomen heeft mij vertrouwen gegeven in wat er voor mij ligt. Dat er wel dingen liggen te wachten. Ik geloof heel erg wat men dan noemt het universum, of dat de dingen zo horen te gebeuren zoals ze gebeuren. Ja. En dat de dingen op je pad zullen komen die voor u bestemd zijn. Daar geloof ik enorm in. En ik denk dat die bestemming zeker ook voor mij weggelegd is. En het leven is nooit af. En ik denk dat ik op mijn 80 en op mijn 90 nog altijd zou willen zeggen, hoop ik nog altijd kan zeggen, dat er nog heel veel op mij ligt te wachten. Want dat gaat uit van een enorm vertrouwen, denk ik, en ook levensvreugde. Ik heb al langs een oefening gedaan waarbij dat ik uit een hoop kaartjes met waarden in uw leven... Er waren 200 kaartjes, ik moest daar 3 uit selecteren. Nee. Om waarden te zoeken van waaruit je uw leven en uw werk zou willen gaan voeren de komende jaren. En mijn 3 waarden die ik heb overgehouden, ik heb de oefening net afgerond, was enerzijds verbinding, connectie. Dus alles wat ik doe zal te maken moeten hebben met connectie of verbinding. Authenticiteit is de tweede waarde. En de derde was... ik denk enthousiasme. Omdat ik... daar zit ook levensvreugde in. Daar zit... ik moet enthousiast, gepassioneerd... plezier ook in alles kunnen hebben, denk ik. En dat zijn voor mij de 3 dingen die waar ik de komende jaren voor wil gaan. Ja. Amai. Ja. Met deze wijze woorden... zou ik je absoluut ook willen bedanken, Jeroen, voor je tijd. Graag gedaan. Voor de inspiratie die je mij ook hebt gegeven. Ik ben nu overtuigd dat ik ooit een keer een lange sabbatical wil doen. Zeker doen. En misschien zelfs meerdere malen. en ik onthoud ook dat ondanks alles de meeste mensen, dat er een goedheid in zit. De meeste mensen deugen. En dat het kwestie is van er naar op zoek te gaan en ze te begrijpen. Merci. Graag gedaan. Bedankt om hier te zijn.